Dit is de Kaasstad. Boeiende verhalen uit niet alleen het drukke stadsleven, maar ook vanaf het Weidse platteland. Hier hoor en zie je jouw omgeving vanuit een ander perspectief en door een andere bril. Hier zie je jouw omgeving door de bril van de Kaasstad. Sinds 1 januari 2015 maken de voormalige gemeenten Schermer en Graf de Rijp officieel deel uit van Alkmaar. Toch bestaat de hechte band tussen Alkmaar en het gebied ten oosten van de stad al honderden jaren. De Kaasstad neemt je daarom mee naar het land van Leegwater. Een uniek gebied ten oosten van de stad Alkmaar, dat zijn naam te danken heeft aan een slimme Nederlander uit de Gouden Eeuw, Jan Leegwater. Samen met plaatselijke gidsen en kenners gaan we over het water langs de meest bijzondere plekken op het nieuwe land. Frans Konijn is zo'n geboren Rijpenaar en hij neemt ons mee op het vervoersmiddel om het land van Leegwater te bekijken, een fluisterboot. We zijn een rondje aan het varen door de Eilandspolder heen. We varen hier in de oostelijke Eilandspolder. Een stukje van Staatsbosbeheer. Het is een natuurgebied, het valt ook onder de Natura 2000. Dus het is een broedplaats voor de weidevogels. En ik hoop dat jullie daarvan wat kunnen laten zien. We komen hier verschillende vogels tegen in het gebied. We komen heel veel weidevogels tegen, zoals de tuurluurtjes, scholexers, kievieten, kluten. Maar ook heel veel watervogels, meerkoeten, eenden, ganzensoorten, zwanen, lepelaars. Ook heel veel kleine vogeltjes in het riet. Die zijn meestal even wat moeilijker te herkennen. Meestal hoor je wel het geluid, maar je ziet ze niet. Ze zijn meestal ook altijd bruin. Dus daar moet je goed op letten. Maar er zitten dus de rietgors, de rietzanger. Er zit de snor, er zitten karakiet, leeuwenrikjes, zwaluwtjes. Ja, en nog verschillende. Ja, er vliegt net een blauwe reiger voorbij. Ja, het is een stukje... Ja, vind ik ongerepte natuur. Waar je nu vaart en de slootjes, maar het gebied hier ook hier, dat was er in de 13e eeuw al. Het is alleen wat gezakt. Vroeger lagen we boven zeeniveau en tegenwoordig zitten we 2 meter onder zeeniveau. En dat komt omdat onze voorouders droge voeten willen hebben. Dat willen wij trouwens ook allemaal. En die hebben altijd het gebied ontwaterd. En bij veengrond kan dat eigenlijk niet. Dat moet je eigenlijk nat houden, maar dat deden ze niet. Dus ze laten het waterpeil zakken, dan gaat de grond zakken, dan gaat het waterpeil zakken, grond zakken. Zodoende zijn we nu 2,20 meter onder zeeniveau. Maar vroeger zat het erboven en nu zit het eronder. En ja, het blijft een stukje, niet stukje. Gebied hier in Noord-Holland, het zit midden in Noord-Holland, omgeven door landerijen, droogmakerijen. Maar vroeger was het een veenland, een veenberg midden in Noord-Holland. En het is heel, de Graftendrijpers hebben een hele rijke historie. Het is rijk geworden door de visserij, haringvangst en walvisvangst. En daar staat het dorp onbekend. En als je dat nu gaat bekijken, dan denk je van, we zitten hier midden in vasteland. Hoe kan hier haringvangst gezeten hebben en walvisvangst? En dat is het mooie ervan. Na de Rijp was eigenlijk alleen Enkhuizen nog veel belangrijker in het Hollandse gebeuren. In het Zuid-Hollandse was Vlaardingen heel erg belangrijk. Maar de Rijp was dus de tweede gemeente na Enkhuizen die heel bekend is geweest voor de haringvangst. Hebben daar ook heel veel geld aan verdiend. En je kunt dat ook zien onder andere in het wapen in het raadhuis. Het raadhuis is ontworpen in 1630 of iets eerder ontworpen, maar gebouwd in 1630. De tekeningen zijn gemaakt door Jan Adriaanszoon Leegwater. Die was een belangrijke figuur hier. Zijn vader was timmerman, hij was ook timmerman en heeft zich later ook toegelegd op molen maken en het verbeteren van molens. En na de grote droogmakerijen, waarvan de eerste grote was de Beemster in 1612, zijn al die meren dus drooggemalen. En is het dus van langzamerhand van een eiland is het een schiereiland geworden en een grote plaats. De inpoldering van wat ooit het Schermeer was, heeft het landschap rond Alkmaar ingrijpend veranderd. Nicolien Vaalburg weet er alles van en laat het ons zien. Ja, de Schermer die heeft gewoon lekker wijd uitzicht. Schapen in de wei, koeien in de wei. Dus je ziet nog van allerlei agrarische activiteiten. En het is gewoon heel afwisselend, ondanks dat het allemaal rechte wegen zijn, vooral in het binnenste deel. Zie je gewoon iedere keer weer een ander landschap. Ook de vogels, je ziet allerlei blauwe reigers,
Van die, nu zie je pulletjes achter de eendjes eenden aan zwemmen. Het is gewoon echt een stukje natuur in een agrarisch productiegebied, evengoed. En ook langs de dijken kun je gewoon lekker fietsen. Je hebt mooi, ja, je mooi uitzicht, echt de polder in. En het is gewoon een mooi gebied. Dit is de nalatenschap van mijn vader, Nick Jonk. Museum en Beeldentuin Nick Jonk. 1965 opgericht, 50 jaar geleden. Het zijn bronzen beelden die mijn vader in de loop van zijn leven heeft gemaakt. Vanaf het begin tot aan, het eind van zijn leven. Dus er staan hier ongeveer 30 bronzen beelden. Dus dat geeft een goed overzicht van zijn oeuvre. Deze beelden kun je over de hele wereld vinden. Dat zijn, hij is heel erg bekend geworden met zijn beelden vooral. Hij heeft ook geschilderd en zo. Maar zijn beelden zijn echt... Over de hele wereld staan er 250 ongeveer openbare ruimtes in Nederland. Maar ook in het buitenland, Amerika, België, Italië, Spanje, Griekenland, overal staan ze. Nou, ze staan, ze komen hier wel prachtig tot z'n recht, weet je wel. Mijn vader zei ook altijd, die is hier geboren. En die zei ook altijd, de mooiste beelden drijven voorbij. Hè. En dan keek hij naar de mooie wolkenluchten. En dan, je kan ook, als je zijn beelden ziet, kun je wel zien dat het de inspiratie ook uit Die volle vormen ook uit verschillende dingen komt en onder andere ook uit die vormen van wolkenluchten. Maar hij hield ook heel erg van walvisachtige dieren en zo. Dat zie je ook weer in zijn werk terug. En misschien heeft dat ook te maken met dat er hier de walvisvaart natuurlijk geweest is in de Rijp. Dus het komt allemaal hier mooi tot elkaar. We staan hier bij het kleinste huisje van het land van Leegwater. Vroeger zeiden we altijd van Schermerhorn, maar nu is het land van Leegwater, gemeente Alkmaar. En van deze huisjes waren er vroeger 20 in dit dorp en dit is de allerlaatste. En die wilden behouden voor de toekomst en laten zien hoe hier de tuinders geleefd, gewerkt en gewoond hebben. Het kleinste huisje komt uit 1848 en het is ingericht in de tijd van rond 1900. En wat kan je zien? Hoe een gezin met heel veel kinderen hier toch hebben kunnen wonen. 'S Winters en zomers, kou, twee bedsteden, daar sliepen kinderen in en op de zolder sliepen wat kinderen. En als er ruimte tekort was, twee planken op twee stoelen en... Nou, dan kon er een hoop mensen terecht in dit huisje. De meeste eilanden hier waren vroeger eilandjes van tuinders. Maar omdat die gestopt zijn met tuinderijen, begon het gebied te verheugen. En daarna zijn het eigenlijk allemaal, de natuurorganisaties hebben het opgekocht om bij elkaar dat natuurgebied in staat te houden. Het onderhoud hier van het gebied, ja, de waterwegen hier, die moeten bijgehouden worden. En het waterschap is hier verantwoordelijk voor en de landeigenaar. Maar de landeigenaren moeten dus zorgen dat het riet in herfstdag allemaal eruit gehaald wordt. En de waterschap houdt de sloot bij dat bevaarbaar blijft, maar ook voor de doorstroming van het water. Dus dan kom je dan met maaiboten, die maaien het riet ook terug. Want het mag hier niet dicht gaan groeien dat het een moeras wordt. Want als dit weer een moeras wordt, het wordt hier dus droger en er gaat allemaal riet groeien. Dan krijg je minder weidevogels, je krijgt wel weer meer insecten en vliegen, maar andere soorten. En dan gaan die weidevogels weer weg, die worden dan weer verjaagd als het ruiger wordt. Dus het moet een beetje een open karakter blijven hier. Als het hier te droog is, ook in de gebieden hier omheen, dan krijgen ze subsidie van een bepaalde organisatie voor de weidevogels zijn. En dan gooien die boeren het land helemaal vol met water. Dat insecten omhoog komen. Voor de weidevogels. Ja, dit is een snoepwinkeltje van Brouwer Agie in Graft. Dat is het kleinste snoepwinkeltje van Nederland. Dat bestaat dit jaar 125 jaar.
En het is 5,5 vierkante meter groot. Opa en oma die woonden hier altijd al in het huis. En die hadden dit winkeltje als sigarettenwinkel van het dorp. Daarvoor was het groentewinkel en daarvoor een bakkerswinkel. Nou, en ik heb dat voortgezet, eerst uit hobby en dat is nu werk geworden. Dus dat is eigenlijk de reden. Het is begonnen met een paar zakjes snoepen en dat zijn er nu 65 verschillende soorten. Ja, en ik heb ook een webwinkel. Ik doe natuurlijk wel een beetje mee met de moderne tijd. Ze verkopen ook zakjes snoepen aan museums en aan bedrijven en ga ze maar door. Dus ik kan me er prima mee van maken. Nou, we hebben vorig jaar met de bakkerskar die bij het winkeltje hoort het Koningspaar ontmoet in de rij bij Koningsdag. Dat was ook hartstikke leuk om mee te maken. Een soort van kroon op je werk is dat. Ja, het is gewoon heel ontzettend leuk om te doen allemaal. Ik nodig iedereen uit om een keertje langs te komen. Maar niet als met meer als vier dan tegelijk, want anders dan zakken we door de vloer heen. Als de mensen willen varen, nou, het mooiste is om even een verhuurbedrijf op te zoeken waar ze een bootje kunnen huren. Je kan elektrisch varen. Je kan ook met een kano varen. En je krijgt meestal een kaart mee. Er staan routes op aangegeven. En onderweg staan de palen met pijlpunten en kleurtjes. Dan kun je de routes varen wat je wil. Onderweg heb je verschillende eilandjes. Daar kan je picknicken, mag je aanmeren. Omdat je niet overal op het land mag vanwege die weidevogels. Maar ook niet vanwege de boeren. Maar je hebt nog ook diverse dorpjes waar je heen kan varen. En daar heb je ook weer cafés en terrasjes waar je gebruik van kan maken. Ja, er staan van die fietsknooppunten op veel hoeken van de wegen. Dus daar kun je ook door middel van benummering kun je dan een fietsroute uitzetten. Maar je kan ook eventueel bij de Schermenmolen kun je een fietsroute ophalen. Daar zijn ze kant-en-klaar verkrijgbaar. Maar door middel van die fietsknooppunten kun je hier ook inderdaad een hele route uitfietsen. De Kaasstad nam je mee terug naar de 16e eeuw om te laten zien hoe slimme mensen het gebied ten oosten van de stad Alkmaar vorm hebben gegeven. En hoe belangrijk dat nieuwe land is voor de nieuwe gemeente. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.